Techniek is overal, in huis, op school en op straat. Wij van de Marianne gaan eens kijken hoe dat werkt en waar je het allemaal in terug kunt vinden. Hallo, leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we met de Techniekdag naar Metal. Achter de schermen bij Metal kijken, maar ook vragen stellen wat ze hier ontwikkelen en ook bouwen aan technisch projecten. Nou, hoe komt het waarom dit zo aan elkaar komt? Hoe komt dat? Er waren twee losse plaatjes. Die heb ik heel iets aan elkaar gelast. En nadat ik het helemaal ga smelten en door er wat materiaal bij te voegen, ga je de las sterk maken. En dan wordt het straks één geheel, zeg maar. Ik zou ook deze daar bovenop kunnen lassen zo. Het maakt niet uit hoe je dat aan elkaar vastmaakt. Nee, het maakt niet. Het kan niet meer uit elkaar. Okay. Ik kan hem op elke, als ik hem zo vastlas en ik ga hem daar vastlassen, kan het niet meer uit elkaar. Dus het maakt gewoon echt niet uit hoe je hem houdt? Nee. Wat voor opleiding moet je doen om bij Metal te mogen werken? Bij Metal hier hebben wij allemaal een technische opleiding. Dus een middelbare technische of een hogere technische. En dan kun je dit werk doen. Hoe bent u eigenaar geworden van dit bedrijf? Heel lang geleden, in 1996, ben ik eerst hier in dienst gekomen als werknemer. En toen vroeg de directie van, wil je over een paar jaar misschien het bedrijf overnemen? Nou, dat leek mij wel wat en zo is het eigenlijk gegaan. En inmiddels is dat alweer vanaf 2000, dus al 20 jaar directeur. Met Evenfred. Oh ja. Hoe is het om directeur te zijn van dit bedrijf? Heel afwisselend. Het is geen dag saai en er is altijd wel wat te doen. En als je 's morgens denkt van wat ga ik doen, dan lukt dat nooit, want het is altijd anders dan had je zelf verwacht. Vind je het leuk om een klas rond te leiden? Jazeker vind ik dat leuk. Het is ook belangrijk dat jongens en meisjes van de basisschool met techniek in aanraking komen. En daarom vinden wij dat als bedrijf ook leuk. Na een rondleiding door de fabriek waar we alles hebben gezien wat te maken heeft met metaalbewerking en de techniek wat nodig is om verschillende apparaten te bouwen, gaan nu wij zelf aan het bouwen. Na uitleg van een van de directeuren van Metal zijn we begonnen met het elkaar zetten van een helikopter met een echt zonnepaneeltje, zodat de wieken ook nog eens vanzelf kunnen gaan draaien. Hoe komt het dat jullie hier komen helpen? Nou, wij hebben op onze school hebben voor het technasium gekozen, dus O&O. En voor dat zijn we eigenlijk vrijwillig hier uitgekozen. En moesten we hier helpen bij jullie. Gaan jullie later zelf ook iets in de techniek doen? Ja, zeker wel. Want toch heb je dan wel een beetje gekozen al. En je weet wel welke richting je op wil. Dus vaak kies je dan ook wel voor een natuur- en techniekopleiding. Superleuk dat Lianne Dijk en Esme Geurt van Regenstein ons mee hebben geholpen. Hoe vind je het om onze mascotte te zijn? Ik vind het heel leuk om jullie mascotte te zijn. Nou kan ik allemaal dingen meekijken. Hi, ik wilde een paar vragen stellen. Hoe leuk vond u het om hier te werken? Was het direct of was het eerst een beetje... Nou, het hele mooie is dat we hier bij Metal altijd met verschillende dingen bezig zijn. Het is heel divers. En dat maakt het zo aantrekkelijk. En daarom is het altijd iedere dag hartstikke leuk om te kunnen werken hier. En hebt u vaak scholen of zulke groepen zoals wij nu zijn? Nou, ieder jaar hebben we natuurlijk de techniekdag zoals vandaag. Maar ook soms jongens van het ROC nodigen we soms uit. Maar ook van het HBO bijvoorbeeld, van Saxion. Die komen ook af en toe kijken hoe het hier aan toe gaat. En dan hopen we de jongens en meisjes ook enthousiast te maken voor de techniek. En hoe bent u ooit directeur geworden? Ik ben halverwege de jaren 90 hier begonnen als engineer. En ben later samen met een collega directeur geworden. Ziet u dat u hier nog lang gaat werken? In ieder geval tot mijn pensioen. Zo simpel is het, ja. We hebben dingen gezien die we nog nooit hadden gezien. Het was een leuke dag. We hebben geknutseld en ook nog eens wat geleerd van de techniekdag. Metal, bedankt voor deze gezellige dag.